in de achtergrond. Je nieuwe coach, hoe is dat? Ja, leuk. Leuk. Helemaal nieuw. Nieuwe dingen. Ik ben heel erg enthousiast en allebei enthousiast. En ik denk dat we een goede insteek hebben. Ja. Hoe ben jij bij Mirjam terechtgekomen? Ja, hij is eigenlijk via de bondscoach Mark Kalkman op dit moment is dat gegaan. Mirjam en ik kennen elkaar al wel een beetje van naam en we hadden elkaar al wel eens gesproken en gezien. Maar nooit eigenlijk op dit terrein. Na Londen ben ik nog gaan nadenken voor mezelf. Oké, wil ik nog 4 jaar verder? Ga ik nog verder met tennis? En ik was nog steeds heel gemotiveerd, voel me goed en ik heb heel veel plezier in het spelletje. Toen ben ik toch een profiel van mezelf gaan maken. Wat wil ik, wie ben ik en wat past daarbij als coach zijnde? Ja, en toen kwamen we eigenlijk na overleg met Mark, dan kwamen we bij Mirjam uit. En eigenlijk bleek wel na het eerste gesprek wat we met z'n drieën gevoerd hebben, dat we wel op elkaar aansloten en elkaar aanvulden. Wat weet je van de tenniscarrière van je coach? Ja, dat is wel een tricky vraag van je. Ik weet er wel een aantal dingen van. Ik weet natuurlijk dat Mirjam, 24 op de WTA-lijst bij de dames heeft gestaan. Een zilver medaille gehaald in Sydney 2000. Ik bedoel, dat zijn al twee dingen die natuurlijk heel erg aanspreken en een staat van dienst zijn. Ja. Hoe ken jij Mirjam als trainer? Wist je daar ook al iets van? Nee, absoluut. Dat was voor mij eigenlijk wel een nieuw iets. Ik kende Mirjam op dat vlak helemaal niet. Maar Mirjam is gedreven, weet waar ze over praat, weet wat ik wil, weet wat mijn tegenstanders doen, wie het zijn. En dan zie je toch wel dat Mirjam veel ervaring heeft en dat elkaar wel goed aanvult. Ja, merk je dat nu ook al meteen in die eerste trainingen die je nu hebt? Ja, we zijn inmiddels zo'n 2,5 maand zijn we met elkaar aan het werken. En dat zie je zeker gelijk terugkomen. Ik train andere dingen en nieuwe dingen op dit moment. En dat is prettig en dat is leuk en dat is fijn om te zien. Ja, wat voor dingen zijn dat dan? Kun je dat iets specifieker zeggen? Ja, je wil natuurlijk niet altijd alles verklappen, maar het zijn hele kleine dingetjes. Het zijn op dit moment, op het niveau waar ik zit, is het schakelen in kleine dingen. We hebben voorhand dat ik daar toch wat meer diepte en wat meer lengte in kan krijgen. En dan is het prettig als iemand zoals Mirjam op hoog niveau zelf gespeeld heeft. Die ziet dat. Dat is een van de dingetjes waar we op dit moment hard aan het werken zijn. Ja. Kan zij jou ook echt in het rolstoel tennis vooruit helpen? Want ik kan me voorstellen dat dat nog wel anders is. Nou, weet je, we proberen niet te veel anders te benaderen. Dat is ook mijn insteek. Tuurlijk blijft het anders. Tuurlijk is het altijd rolstoeltennis. Maar we willen zoveel mogelijk vanuit het valide tennis doortrekken om ook het niveau van mijzelf, maar ook het niveau binnen het rolstoeltennis omhoog te trekken. Ik denk dat iedereen dat wil. En wij ook, wij zijn ermee bezig. Dus we proberen zoveel mogelijk te vertalen naar het valide tennis. Ja. Dan zei je al, na Londen heb je goed nagedacht, een profiel van jezelf gemaakt. Ja. Is het volgende echte doel dan ook de Olympische Spelen in Rio? Ja, het is lastig om te zeggen altijd natuurlijk, want je praat over een periode van 4 jaar. In tennis, ik zelf kijk altijd per jaar eigenlijk voor mezelf. Je hebt natuurlijk een seizoen, een lang seizoen altijd. Je speelt tussen de 15 en de 20 toernooien op jaarbasis. Uiteindelijk is Rio wel het lange termijn doel. Ik ben wel iemand die zegt van oké, ik ga door. Maar dan wil ik wel mijn doelen stellen. Nou, ik heb natuurlijk mijn doelen voor aankomend jaar liggen. Maar ook voor op lange termijn, dat is één daarvan is Rio. Ja. Dan heb je zelf al een keer brons gewonnen. De coach achter je zilver. Dan ontbreekt er bij jullie dan natuurlijk nog eentje. Ja, laten we dan in Rio maar voor goud gaan. Hè? Ja.